Hallo allemaal, welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Ik heb vandaag weer een pakketje ontvangen van Shein, of Shein, hoe dat je het zelf mag noemen. Dus ik ga deze samen met jullie unboxen. Let's go! Als allereerste, dat zijn ook altijd zo superhandige zakjes. Als allereerste heb ik iets besteld wat ik eigenlijk al had, maar alleen in een ander kleurtje heb ik het opnieuw besteld. Nu in het kakkie groen. Ik zal hier ergens in beeld ook zetten hoe dat op de website stond. Dus in het kakkie groen. Ik vind dit super leuke stof ook. Ik heb deze al in het oranje roodachtig en in het heel, ja, mosterdgeel. Ik vind dit super. Daarom dat ik nog vlug eentje opnieuw besteld heb, maar dan in een ander kleurtje. Het eerste heb ik al aan. Nou, ik vind het super goed zitten. Het is ook met een rits om open en toe te doen. Ik heb hier ook nog natuurlijk een hemdje onder. Ik ben hier al heel tevreden mee, maar zoals ik al zei, ik heb deze eigenlijk nog in andere kleuren. Dus eigenlijk was dat geen tegenvaller voor mij. Het volgende. Ik heb eigenlijk heel veel blousjes besteld. Ook omdat ik nu met een communie zit en met een verjaardag en zo, ja, feestjes die waren uitgesteld wegens corona. Het volgende is dit. Is het zo met blote schouders. Ik ben echt benieuwd hoe dat er gaat uitzien als ik het aan heb. Wauw, deze is ook super mooi. Ik vind het alleen al zo een, ja, een raar stofje, geen katoen of zo. Zoals jullie ook zien, het is met een blote schouder. Ik ben echt tevreden met dit stuk, echt waar. Super mooi. Het volgende is iets geel. Mijn lievelingskleur is geel, maar dat had je misschien al gemerkt. Ook een blusje. Is niet speciaals, maar ik vind het gewoon super mooi. Mijn lievelingskleur is geel en ik vind het echt een super zalige stof. Het is ook geen katoen, want het is nog een ander soort stof als de vorige die ik aan had. Maar ik ben ook super tevreden met dit artikel. Het volgende is een topje in bloemenprint met bloemen mouwtjes. Ik vind het wel een mooi shirtje. Ik denk dat dit mijn lievelings gaat worden, denk ik. Maar dat weten we natuurlijk pas als we het passen. Zo, het volgende. Ik heb hier nu natuurlijk wel nog mijn hemdje onder. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling als je dat aan hebt. Allee, als je dat nog aan hebt. De lengte is ook super goed, vind ik. Niet te kort, niet te lang. Op de website stond dat die eigenlijk nogal redelijk kort was. Ik vind dat die nogal goed meevalt. Zo, ik ben alvast heel erg content met deze trui, t-shirt, whatever. De stof is eigenlijk ook hetzelfde als al de andere. Op zich vind ik het geen missen stof, maar ik ben heel erg tevreden hiermee. Het volgende. Ik denk dat ik een stuk of 11 artikelen had besteld trouwens, waaronder één handtas. Wat hebben we dan nog? Oh, deze is super leuk. Allee, op de foto zag die er toch leuk uit. Wat van alles uit. Oh, zo schattig. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben al helemaal blij. Deze is super cute. En die past mij ook goed, vind ik. Hij is niet te groot en hij is niet te klein persoonlijk. De stof is wel zo'n beetje katoenachtig, dus eigenlijk al een heel andere soort stof of de andere. Dit is ook super goed. Ik ben er ook super tevreden mee. Naar het volgende. Wat hebben we dan nog? Nog een
bloed. Ik ga hier van alles uit. Zo, een beetje bloemetjes. Het voelt wel allemaal zo een heel speciaal stofje aan, niet gewoon katoen. Ik weet niet wat voor soort stof dat is. Zo, het volgende heb ik aan. Deze is ook super mooi. Ook al zo met een beetje kant aan de zijkant. Dat rijmt. Ik vind het alleen een beetje jammer hier. Ik weet niet dat jullie het goed kunnen zien. Dat hij een beetje aan de korte kant is. Wacht, ik zal even mijn camera draaien. Kijk, ik kom zo juist onder mijn buik. Ik vind dat een beetje jammer. Maar ja. Misschien gewoon dragen voor je thuis, maar alles is niet om weg te gaan. Of ik ga met mijn zus geven, ik weet het nog niet. Maar voor de rest ben ik eigenlijk wel content. Het is een mooi topje. Op naar het volgende. Volgende is het roze. Deze is ook super mooi en een super licht stofje. Het volgende heb ik ook aan. Ik vind het ook super. En deze mouwtjes, I love it. Ik heb ook wel weer nog een topje eronder, zoals jullie zien. Dat is ook niet de bedoeling als je zoiets aandoet, natuurlijk. Wauw, ik ben echt ook super tevreden. Op video leek het misschien wit. Maar het is dus wel degelijk roze, baby roze. Ik ben hier ook super tevreden mee, echt waar. Ik ga de handtas als allerlaatste houden. Eerst de kleren laten zien natuurlijk. Dan. Volgens mij had ik deze ook al of iets in die aard, maar dan in het blauw, dacht ik. Even het begin zoeken. Het is een blusje. Super mooi natuurlijk. En het zit hier zo'n beetje een soort kant aan. Dus ik ben eigenlijk allemaal zo benieuwd naar. Zo. Dit heb ik ook weer al aan. Ik vind het ook een super stofje. Het is ook geen katoen, maar ja, dat maakt niet uit. Ik vind het alleen een beetje raar. Als jullie het misschien zien. Dit gaat echt zo heel scheef naar beneden. Vooral op het uiteinde zit het zo scheef of iets die ding. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk. Hier gaat het zo recht. En dan gaat het hier zo super scheef. Heel raar. Maar ik vind het ook gewoon nog een super topje. Ik heb er geen probleem mee. Dan lossen we dat wel op met iets of zo. Maar ik ben ook gewoon super tevreden met dit topje. Zo vrij van deze keer in de lichting van de bloem gegaan, blijkbaar. Ik had het nooit opgemerkt als ik de bestelling plaatste. Maar blijkbaar merk ik het nu wel dat zo meer allemaal de bloemenrichting is. Dit is ook zo met een... hoe zeg je dat? Een open schouder of een cold schouder. Ook bloemetjes zoals jullie zien. Ja. Dit is met bloemetjes zoals jullie kunnen zien. En ook een vrije schouder. Oh. Ik vind het gewoon super. Ik heb er niets op aan te merken. Het is ook geen katoen. Ik denk dat ik deze richting niks bij heb van katoen. Maar dat geeft niet zoals ik al gezegd heb. Het is gewoon echt super. Dikke duim voor dit. We hebben nu nog één artikel. Dus dit is het allerlaatste artikel. En dan nog mijn handtas natuurlijk. En dat is... Even kijken... Nog een blouse. Oh. Nog een blouse. En dan kun je dat hier op je hier, kun je dat dan een strik in maken. Zo.
Zo, dit is het volgende artikel. Ik heb het nog niet gestrekt, want ik krijg het momenteel niet gestrekt of ik doe iets verkeerd. Ik vind het eigenlijk maar iets heel raar om aan te en ook. Spanplek overal, vind ik. En hier zit het zo hoog en nee, ik heb het niet achterstevoren aan. Nee, dat is een miskoop voor mij. Deze vind ik echt niet goed. Dan het aller, maar ook allerlaatste artikel is de handtas. Oei. Zoals jullie zien, dit is de foto hoe het op de website eruit ziet. En dit is de handtas nu. Voor jullie toont dat denk ik wel groot, zeg maar in het echt bevalt het me een beetje. Het is lekker kleiner dan dat op de foto leek. Maar ik vind hem wel een super mooie handtas. Al deze kleren gaan de wasmachine in. Ik zou zeggen, hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet alvast zeker niet om deze video een dikke like te geven. Te abonneren op mijn YouTube kanaal, maar ook altijd met het belletje aan. Zo krijgen jullie altijd een nieuwe melding wanneer ik een nieuwe video of vlog plaats. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij een gloednieuwe video. Doei!